Voetbalclub Achilles uit Groesbeek heeft geen gelijk gekregen in het spoedappel tegen voetbalbond KNVB. Dat blijkt uit de uitspraak die de rechter vrijdag deed. Voor de club betekent dat dat het volgend seizoen in de tweede divisie speelt. Nou, we hadden zelf het idee dat we alleen nog maar wat te winnen hadden. De klap was een aantal weken geleden. En we hebben geprobeerd om via het spoedappel ons gelijk te krijgen. De rechter gaat er een heel eind in mee, begrijpt onze standpunten ook. Aan de andere kant ook de standpunten van de KNVB en KNVB staan, omdat zij regelgevend zijn, leidend. En daarom is de rechtbank met hen meegegaan. Sportief hebben we zo lang mogelijk gestreden om het te halen. Nou, ik kan nog eventjes van achter de bureaus, om het zo maar eens te zeggen. Maar uiteraard zijn wij al lange tijd bezig. Hè. Het is niet van de ene dag op de andere dag geweest. Dus met een dubbele begroting enzovoorts om het gewoon goed neer te zetten. En de zaak en de focus weer op voetbal te krijgen om te zorgen dat dat allemaal goed gaat. Nou, we hadden twee zaken met de KNVB. Het ene is dus in de spoedappel aan de orde. Het andere is wel of niet een bodemprocedure. Daar zijn we met ze in overleg over. Daar hebben we afgelopen zondag overleg gehad en vanmiddag ook weer. En ja, we denken dat we daar vrij snel uit gaan komen.